Hoe was zeggen dat dat een hele mooie verrassing was? Ja. Shout-out naar onze boeken voor dat, man. Nee, dat was echt gek, man. Zoveel mensen op één boot. In 2017 hadden wij een topjaar. We hadden natuurlijk 2016, dat was het jaar. Een topjaar? Een top! Ja, andere hout. Zo'n jaar hadden we. Andere hout. Ga door. We hebben op heel veel grote festivals staan dat jaar. En er is heel veel centen verdiend. Onze boeker ook dus. En die voelde om iets terug te doen. Die boekte dus een vlucht voor ons naar Curaçao. Dat moet wel zeggen dat dat een hele mooie verrassing was. Ja. Shout-out naar onze boeken voor dat, man. Rocher. Ja, we hadden hem natuurlijk ook heel veel centen bezorgd, dus ik snap wat het wil. Dit jaar weer, alsjeblieft. Dus wij van Bonaire naar Curaçao vliegen, want we hadden nog snel een show gedaan op Bonaire. En toen zouden we naar Cura gaan voor Fuikdag. Want uiteindelijk je vaart naar Fuik bij. Daar gaat Klopt. Iedereen naartoe varen, zeg maar. Klopt. Fuik is feesten. Op het water, de eerste zondag van het jaar. Ja. Met allerlei boten bij elkaar. Jetskis. Dus al heb je een kleine boot, of een grote boot, of een middelmatige boot, of een zware boot, ja. Of een lichte boot. Of een schip. Zie, wij dachten dat we een gekke boot hadden. We voelden ons lekker, we hadden foto's gemaakt onderweg naar Fuik bij. Nou, we hadden geen pokoe. Onze boot hoorde nergens bij. Iedereen met overhemd, met knoopjes open. We hadden geen muziek, maar we IJsdan komen aan. Wow. We zien grote DJ's. Met speakers tot aan Tetuan. Die kwamen geregeld, jongens. Man. Alle boten op de dat was aan. Dat was pas een andere hout. Ja, boy. Dat was eikenhout. En wij dachten echt dat we zeg maar een schip... Wow. We dachten dat we een schip hadden. Toen Shandina kwam. Broederliefdes! Zijn die boot van Broederliefdes naast ons? Zoals verduistering was dat voor ons. Die boot komt naast ons, alleen maar schaduw. Ja. We hadden gelijk geen zon meer op onze kleine boot. Zoveel mensen op één boot, barbecue. Maar het was, besef, zeg maar, wat gekke daarvan was, het was niet gepland. Snap je? Het was gewoon... Het ging gewoon erg spontaan gewoon. Ja. Klopt. Want we hadden überhaupt niet met Shandina afgesproken. Dat we Shandina daar op Fuik zijn tegengekomen is gewoon... Dat moest gewoon zo zijn. Wij op die boot en hij zegt, hey boys, hij trok ons gewoon van, hey kom, naar boven. Naar boven was die DJ-boot. Het was niet afgesproken, het ging gewoon. Juist. Dino zei gewoon van, hey boys, hij hinkt die mic in iemand zijn hand, broer. Je hoort op, hij is midden op, ding. Eén mic. Drie man om één mic. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dit was onze gekste vakantie ooit volgens mij, man. Ja, man. Het is wel lekker, man.